Iedereen die hier vanavond in de zetel zit, is vastberaden een doel te bereiken. En dat geldt absoluut ook voor mijn eerste gasten. Mag ik jullie voorstellen aan een mama uit Wustwezel? Hier is Anne. Wat wil jij graag vandaag over een jaar bereikt hebben? Vandaag over een jaar zou ik graag half broers en half zus ontmoet hebben. Oké. En hoe komt het dat je die nog niet ontmoet hebt? Ik ben een kind van een anonieme spermadonor. Mijn ouders zijn in eind jaren 80 geholpen door een dokter. Mijn mama is in 87 naar Brussel gegaan. En is daar bevrucht met het zaad van een anonieme man. Ja. En wanneer ben je dan te weten gekomen dat dat het geval was? Ja, redelijk laat eigenlijk. Ik was 25 toen ik het te weten kwam. Het was bij mijn huisarts. En mijn huisarts heeft het mij verteld naar aanleiding van een... bij mijn man in de familie is er een erfelijke bloedziekte die zo zeker niet gemengd mag worden. Ja. En ik had zo voordien al zo wel eens laten vallen van... Ja, maar dat ik Italiaanse roots heb, dat is nu wel heel onwaarschijnlijk. Hè? Ja, kijk naar mijn mama en papa. Ja, voilà. De volgende keer dat ik bij haar kwam, vertelde ze me dat. En dat was eigenlijk... Ja. Behoorlijk chockerend. Ja, dat is een bom die in je leven gegooid wordt. Want je kijkt echt terug op de voorbije 25 jaar. En je gaat zo alles terug af van wat er gebeurd is. En hoe dat dingen kan verklaren. Je bent het te weten gekomen. Maar hoe heb jij je leven toen verder gezet? Ja, zo die eerste 5 jaar gewoon. Dus daar toen ik 1 keer met ons mama over gepraat. En dan niet meer. Heb ik dat weggestoken, verdriet van gehad, maar verdrongen eigenlijk. En dat is 5 jaar lang niet besproken geweest met mijn ouders. Maar natuurlijk, dat zit altijd ergens in je hoofd. Maar dan op een gegeven moment vorig jaar was ik zo moe. En dat ik echt ben vastgelopen en mij niet goed in mijn vel voelde. Of zo het gevoel heb dat er mist is. Ja. En niet van dingen kan genieten. En die trok nooit op. Nee, die mist. Nee, die was er altijd. En... Denk je dat jouw kindjes iets van jouw verdriet gevoeld hebben? Ik denk dat ik dat voor hen heel lang heb proberen verstoppen. Maar ze zagen het. Maar ze zagen het. En mijn oudste dochter Lia, die kwam... Op een gegeven moment is thuis met een boekje van school waar ze zo mama's moesten tekenen. En het manneke dat ze getekend had, dat mij dan moest voorstellen. Heel mooi manneke uiteraard. Had een droevig gezichtje. Oh. En ik zei van, Oelia, wat heb je nu getekend? Zo'n lach van... Huh? Ja, het doet me niks, maar ik breek. Ja, ik brak echt op dat moment. Dan zei ze, ja, mama, jij bent soms verdrietig. Hè? En dan zeg ik, ja, dat is waar. Maar dat is omdat mama iets niet kan vinden. Ik ben een stukje kwijt van mij, van mijzelf. En ik kan het niet vinden, zeg ik. En daar word ik af en toe verdrietig van. En dan zei ze zo heel lief, dat is niet erg, mama, ik ga dat wel zoeken. Oh. En dan liep ze naar haar speelgoedmand en ging ze van alles zoeken. En dan kwam ze terug en ze zei, ik heb het ook niet gevonden, maar het is niet erg hoor, mama, want samen vinden we het wel. Voilà. Want dit jaar ga je echt zelf zoeken. Ja, dit jaar ga ik zelf zoeken. Dat wordt geen gemakkelijke klus, denk ik. Nee, dat is heel moeilijk, want in België is er ook nog altijd anonimiteit als het op sperma- en eiceldonatie en embryodonatie aankomt. Dus... Hoe ga je dat dan aanpakken? We proberen een gesprek te hebben met de dokter die mijn ouders vroeger geholpen heeft. Ja. Om eens te vragen of dat er daar in zijn oude dossiers nog iets te vinden is. Hij hoeft jou ook niks te zeggen als hij niet wil. Hij hoeft mij niks te zeggen als hij niet wil. Dus daarom... Ik ga er mijn heel klein hartje naartoe gaan, sowieso. En als hij niet kan helpen? Ben ik sowieso van plan om mij nog verder in te schrijven bij de DNA-databanken die er bestaan. Zo de commerciële DNA-databanken. Heb je geen schrik dat het een beetje een speld in een hooiberg zoeken is? Het is zeker een speld in een hooiberg, maar ik heb toch het idee dat er halfbroers en halfzussen van mij ergens rondlopen. Omdat er mensen zijn van, ah, je was toch daar, hè? Ik heb je gezien, ik heb nog gezwaaid, maar je hebt niks gezegd. En ik zei dan... Nee, ik was daar niet. Maar allee, die leek zo hard op u. Ja, je voelt het echt. Je bent heel gedreven om ze te vinden. Hè? Ja, omdat dat
een stukje is precies van jezelf. Het zou jou helemaal compleet maken, hè? Ja. Als je ze vindt, breng je ze allemaal mee, hè? Ja, als ze gaan willen, hè. Ja. Maar, ja. Je krijgt ze wel zover. Ik hoop het. Ik wens je een fantastische zoektocht. En ja, vandaag over een jaar kom jij binnen met hopelijk een broer, een zus of meer vandaag. Ja. Ja, dames en heren. Dank je wel. Met een bang hart zou Anne contact opnemen met de arts die haar ouders had behandeld. Nu, kort na ons gesprek hier in de studio heeft ze dat ook gedaan en kreeg ze antwoord. Die mail getuigt op dit moment van zijn kant van zeer weinig inleving. Mijn conceptie is een geheim en het zal altijd een mysterie blijven, zo schrijft hij. Ik vind het echt zo oneerlijk dat hij weet wie mijn biologische vader is. Dat hij weet van waar 50% van mijn genen komen. En dat hij het mij gewoon niet kan of niet mag vertellen. Een serieuze opdoffer toch wel, die de zoektocht van Anne bemoeilijkte. Is ze erin geslaagd om op eigen houtje een halfbroer of zus te vinden? Of misschien wel haar biologische papa? Zetel was nogthans groot genoeg. Ja. Toch helemaal alleen. Helaas. Wil dat zeggen dat je niemand gevonden hebt? Nee, dat klopt. Ik ben nog altijd op zoek. Ik heb nog niks concreets gevonden. Ja. Nu, we zagen net in de beelden dat je toch behoorlijk boos was op die dokter. Hoe voelt dat nu? Oh, ja, ik ben nog altijd een beetje boos eigenlijk over de manier waarop. Want dat voelde echt niet goed. Maar ik ben ook boos op het systeem eigenlijk vooral. Want als donorkinderen vragen hebben over genetische ziektes of ze toevallig niet verliefd zijn geworden op hun halfbroer zonder dat ze het zelf weten, mm-hmm, is er hier in België totaal geen ondersteuning of geen centraal register waar je dat kan vragen. Ben je dan toch helemaal alleen aan die zoektocht begonnen? Welke stappen heb je ondernomen? Ik ben begonnen met mij in te schrijven in een DNA-databank. Ja. Ondertussen zit ik in alle internationale DNA-databanken. Dus vindbaarder dan dat kan je denk ik niet zijn. En dan krijg je een lijst matches. Dus dat zijn personen waarmee dat je een stukje DNA deelt. En dan kan je beginnen aan stamboomonderzoek en eventueel die mensen contacteren. Ja. En heb je zo'n mensen gevonden waar je iets mee deelt? Ja, een vrouw uit Amerika, waarmee ik 42 centimorgens deel. 42 wat? Centimorgens, ja, dat is DNA-taal voor zo de lengte. En hoe meer, hoe beter. Ja. En ik heb dan gevraagd, heb jij geen voorouders die uit Europa komen? En dan zei ze, ja, want mijn grootmoeder die komt uit België. Ik dacht, ja, dat is wel interessant. Dus ben ik die boom van die grootmoeder beginnen uitbouwen. Maar omdat ik zo'n kleine match had met haar, moest ik eigenlijk 5, 6 generaties nog naar boven gaan. Dat is echt heel veel opzoekingswerk. Ja. Maar ja, het grappige was ook dat bijvoorbeeld van die match haar voorouders komen uit Koewacht. Nee. Ja. Daar kom ik vandaan. Misschien dat ik toch eens met mijn papa moet bellen. Wie weet, hebben wij iets? Ja, of misschien moet je zelf eens een DNA-test doen. Dan kunnen we zien hoe of we verwant zijn. Ja, en hoe doe je dat dan? Oh, dat is heel eenvoudig. Je kan dat online bestellen. En dan moet je met een staafje aan de binnenkant van je wang een beetje schrapen. En zal ik mijn papa dat ook laten doen? Ja, graag. Hoe meer mensen, hoe beter. Ja. Zeg, je hebt nu het voorbije jaar geen broers of zussen gevonden. Nee. Vind je het zelf een verloren jaar? Oh, nee, ik vind het eigenlijk helemaal geen verloren jaar. Want ik heb heel veel andere donorkinderen leren kennen. Heel veel donoren leren kennen. En samen met 5 andere donorkinderen heb ik de Donor Detectives opgericht. Mm-hmm. En wij helpen andere
donorkinderen om hun biologische familie te vinden. En hebben de donordetectives al succes? Ja, absoluut. Samen hebben we 150 mensen kunnen koppelen aan een broer of zus. Dus amai, via de DNA-databanken. Dat is veel. En hoor je dan achteraf de verhalen van hoe dat is? Ja, en je ziet dan die foto's en dan is dat twee druppels water. Of als je ze dan samen ziet, dan doen die zo net die beweging op dezelfde manier. Geeft jou dat hoop? Ja, dat geeft mij ontzettend veel hoop. Omdat ik dan echt merk dat het wel mogelijk is. Het gaat gebeuren. Het is gewoon niet in 2017 gebeurd, maar... Jij komt gewoon volgend jaar terug. De vraag is niet of ik ga vinden, maar wanneer ik ga vinden. We wensen jou heel veel succes in jouw zoektocht. Ooit komt die puzzel helemaal in orde. Geef ze een geweldig applaus. Dank je. Aan.